Ik vind het heel hartstikke leuk. Hoe voel jij je vandaag? Zenuwachtig. Ik voel me gewoon goed. Ik denk dat het gewoon heel gezellig zal zijn. Ik vind het leuk om sportieve dingen te doen en te wandelen. Wat verwacht je ervan vandaag? Veel bloemen, want het is hete bloesemtocht. En gewoon lekker lopen en gezellig. Ik heb wel zin in vandaag. Waar heb je het meeste zin in? In het genieten. Jij hebt je opgegeven voor de Nijmeegse Vierdaagse. Waarom eigenlijk? Omdat ik hem één keer wou lopen. Ik weet ook, mijn vader en moeder die hebben al heel vaak gelopen. En dus wou ik hem ook één keer doen, daar ben ik er vanaf. Het lijkt me gewoon leuk om toch te lopen met al deze kinderen. Omdat mijn oma het al heel lang doet en mijn moeder het laatste stukje meegelopen heb en gezegd heb, ja, deze ga jij ook gewoon lopen. Is wel iets voor jou. Het is gewoon leuk met allemaal kinderen te praten en gewoon samen te lopen. En je ontmoet andere kinderen van je leeftijd. Omdat ik het leuk vind om te vloggen. Niet alleen lopen, maar ook ja, meer dan lopen en gewoon vriendschap. Als je geen vrienden hebt, dan zit je maar thuis de hele dag op de telefoon of zo. En dat is ook helemaal niks aan. Nou, als je gaat wandelen, ga je naar buiten en dan maak je weer vrienden. Ik vind het goed dat we dan dus lopen voor vrede, vriendschap en vrijheid en zo. Ik vind het wel belangrijk, want iedereen verdient vrijheid. Eigenlijk moet er overal vrede zijn, dan moet iedereen in vrijheid kunnen leven. Voor kinderen is dat allemaal ook heel belangrijk. Ouders bemoeien zich altijd overal mee. Er moet ook meer aandacht aan kinderen besteed worden dan alleen maar aan oudere mensen. Wij maken de toekomst. Wij maken soms wel het verschil. Kinderen kijken eigenlijk alles weer vanaf een andere kant dan volwassenen dat doen. Niet alleen de ouders mogen beslissen, maar de kinderen ja, mogen ook wel iets vertellen over ja, de wereld. Iedereen is anders en dus iedereen maakt verschil.